En wat is die Nieuw-Holland aan het doen? Hij is geblokkeerd. Hij is niet weggekomen in ieder geval. Wat ben je aan het doen, Nieuw-Holland? Hey, Blokkie Gamers, en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. De vorige keer hebben wij balen geperst. En ik heb namelijk de vorige keer gevraagd wat ik met die balen moet gaan doen. Dat zal ik jullie zo meteen vertellen. Maar eerst heb ik nog eventjes een paar reacties. En de eerste reactie die is van NL Trucker. Nice video, NL Trucker. Ontzettend bedankt. En ik heb er nog eentje van Rado Games. Leuke video. Dankjewel, ontzettend bedankt. En van Ruben XEZ12. Alle balen verkopen. Aan de ene kant wil ik dat wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Want we hebben namelijk een paar balen nodig voor onze mixstation. En die is heel hard nodig. Ik zal die eventjes uitzetten. We hebben 32 balen. Oh, de helft is... wat is de helft van 32? Die kan het eventjes uitrekenen. 15 is van 30. Nou, laten we zeggen 14. Ja, 14 plus 30 plus 40. Nou, in ieder geval iets in die geest. Maar we hebben dus, ik heb net een nieuw gereedschap gekocht. En dat is een autostekker. Onze Courseplay die is er ook alweer bezig om onze silage te verkopen. Die heb ik net ook alweer eventjes aangezet. Maar hier staat als het goed is onze nieuwe aanwinst. Als het goed is staat hier, kijk hier staat onze nieuwe aanwinst. En dat is een autostekker. Dus die nemen we meer. Zo. Moet ik wel realistisch spelen, want ik moet hier namelijk ook allemaal weer een beetje aan wennen. Want ik speel namelijk altijd in die multiplayer server. En daar is alles net ietsjes... het sturen gaat er net wat strakker. Je wil dat het wat langzamer gaat, dus vandaar. Want hier gaat het een stuk sneller. Dus vandaar. Maar goed, we gaan dus eventjes die balen ophalen. Dat is heel belangrijk. Nou ja, zullen wij de Nieuw-Holland een keer... ik heb de deurt heb ik nog... voorzitten, dus en de Courseplay is ook mooi bezig. Die doen we omlaag en dan rijden we gewoon langs alle balen. Hier kunnen er namelijk 8 op in totaal. Ik wacht even totdat hij helemaal geladen is. Uiteraard. Zo. Kijk, dan kunnen wij in ieder geval al die balen, die kunnen wij dan verkopen. Zo. Kijk, hij zit nou 50% vol. Dus ik zou eventjes kijken, we hebben er 32. 32 gedeeld door... Ik doe het even met de telefoon hoor. 32 gedeeld door 8. Gaan erop, hè? Ja. Dat zijn er 4. 32 gedeeld door 8. Dus dat zijn 4 ladingen. Als ik goed heb geteld. Dat zijn 4 ladingen. Dus er gaan er 2 ladingen verkopen we. En 2 ladingen houden we. En dat komt netjes uit, toch? Dus 8 keer 4 is 32. Weet ik dat ook weer? Toch? Doe ik het goed? 8 keer 4 is 32. Nee, 8 keer 9. Nou ja, maakt niet uit. We gaan nou eerst de eerste lading gaan we nou verkopen. Maar ik weet mijn god niet waar we dat moeten verkopen. Dus we gaan eventjes een rondje om ons erf heen om te kijken waar we het kunnen verkopen. Want ik heb echt geen flauw idee. Waar moeten wij het verkopen? Oh, hier. Kijk. Alleen het probleem is... Ik neem aan dat we dat hier moeten verkopen. Alleen het probleem is... we kunnen er niet inrijden en daarna verkopen. Dus we moeten het er eigenlijk indrukken. Dat wordt nog lastig. Uh-oh. Dus dan gaan we hier, zetten we er gewoon strak tegenaan. Hier zo. En dan gaan we dat de volgende keer gaan we dat wel opruimen. Of misschien vandaag, dat weet ik nog niet hoor. Want we gaan door naar onze volgende lading. Die verkopen we ook. En als het goed is, moet het dan kloppen. Ik weet niet of het allemaal wel klopt, joh. Er zijn zoveel balen. Zou dat kloppen? Vier wagens. Ja, dat zou wel kloppen. Of moet ik 32 gedeeld door 8 doen? Niet toch?
32 gedeeld door 8. 8 gedeeld door 32. Nee, 32 gedeeld door 8 denk ik toch net. Ik weet het niet meer. Ik ben geen wonder in rekenen, dus dat wordt een beetje lastig. Ik geloof niet dat het 4 ladingen zijn. Maar goed, het zou best kunnen. Want we hebben er namelijk ook een paar nodig. En onze deurtsvaren is ook lekker onze silage aan het verkopen. Daar hoeven wij verder niet druk om te maken. Dan moet ik nou nog 2 ladingen hebben en dan is het klaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, zo ongeveer wel kloppen dan. Denk ik. Ja. Dan gaan we deze die kant op drukken. We moeten strak tegenaan en dan drukken wij het de volgende keer. Of misschien vandaag, wat ik net ook al zei. Drukken we dat in de schuur. En dan gaan wij het verkopen. Ja, we hebben nou mooi wat geld erbij. Ik probeer hem heel strak tegenaan te zetten, maar dan moet ik wel recht staan. Ah, heel strak hoeft nou ook weer niet, als die maar in ieder geval ongeveer op dezelfde lijn is, dan is het goed. Ik ben ook geen held in achteruit reden hoor. Heb ik dat strak gedaan? Of heb ik dat strak gedaan? Oh, verkeerde knop. Oh, niet tegen het hek aan. Oké, ik ben even heel benieuwd hoe strak dat er tegenaan zit. Volgens mij echt gigantisch strak. Oh, kijk eens jongens, ik ben goed in balen stekken. Goed voor mij, hè? Oké, next load. En dan brengen we dat naar de koeien. Uiteraard. Oh. Volgende lading. Zo. Wat we trouwens ook straks kunnen doen, is dit veld alweer cultiveren. En mijn vraag is namelijk ook nog, de multiplayer van jullie ook leuk. Namelijk, ik heb vorig weekend heb ik heel veel gelivestreamd. En ik heb ontzettend veel volgers op Twitch nou. En ontzettend, ook heel wat abonnees erbij. En daar wil ik jullie ontzettend voor bedanken. En de multiplayer, in ieder geval de livestream, die werd heel goed ontvangen. Want de ene volger naar de andere volger. Iedereen zat gezellig met elkaar te kletsen in de chat. Jullie zaten tegen mij te kletsen. Dus dat vond ik echt ontzettend gaaf. Maar ik zit nog af en toe te denken van, zal ik eens een keertje, gewoon weer een keertje in multiplayer, in een multiplayer server gaan opnemen. En ik hoop dat er Jasper er ook bij is. Hoop ik tenminste. Kijk, en dit moeten dan nog 8 zijn. 2, 4, 6, 8. Hey. Is het toch goed uitgekomen? Goed. Ik rij nou eventjes naar de koeien toe, want de hele tijd zien is natuurlijk ook niet leuk. Dus ik zie jullie zo meteen terug. Goed, hier zijn we dan bij de koeien. Maar waar moeten wij deze balen nou plaatsen? Dat is een hele goeie. Het moet wel een beetje hier in de buurt zijn. Ja, ik denk dat ik het tegen de schuur aan doe. Daar zo. Gaan we zo meteen eens eventjes kiepen. Moet ik wel goed achteruit rijden natuurlijk, hè. Want er zit nog stro in. Er zit nog geen silage in. Dat moeten we ook nog maken binnenkort. Er zit al iets stro in. En gras zit er ook nog niet in. Maar silage hebben we trouwens daar. Dus dat is geen probleem. Dat hoeven we eigenlijk niet te doen. Goed, maar ik denk dat ik hem hier neerzet. Ik denk dat dit wel een mooie plaats is. Denken jullie niet? Ik denk het wel. Gewoon netjes tegen de schuur aan. Maar ik moet wel recht staan, want als ik dan wegrij en hij staat scheef, dan heb ik een probleem, want dan valt alles om. En dat is niet de bedoeling. Maar ik vind hier wel een mooie plaats. Ietsje strakker tegenaan. Zo. En dan gaan we nu terug naar het veld voor een nieuwe lading. Zo, zijn we weer terug op het veld. Op het veld. Om de laatste 8 balen op te halen. Want het komt perfect goed uit. Blijkbaar dus. En we hebben ook alweer 144 euro, jongens. Holy shit, dat gaat snel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat komt gewoon perfect uit. Hoe goed is die? Het veld is dus ideaal. Dit veld. Dan. Oh,
Hier moet ik meenemen, een stukje achteruit. Zo. Ik kan het hier niet goed zien. Goed, en de laatste twee balen. Oh, moet ik hem niet aandrukken? Oh, zo. En wat gaan we nou doen? Nou gaan we weer terug naar de koeien. En dan gaan we eens kijken wat ons volgende werkje is. Zo, en dan zijn we dan weer. En ik zet hem er gewoon naast. Ik zet het er niet voor. Want als er iets valt, dan gaat het helemaal fout. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Goed. We rijden nu weer terug naar de... Oh, moet die kant op. Koersplein is ook nog steeds bezig. Hartstikke mooi. Verdienen weer lekker wat geld. En ik denk dat wij de Nieuw-Holland nou aan het werk zetten door te cultiveren. En dan gaan wij weer eventjes wat gras oogsten. Of grasmaaien, sorry. Gras oogsten kan niet. Gaan we eventjes wat gras maaien. Dan kunnen we het namelijk in het mixstation gooien. En dan kan het mixstation eventjes het mooiste werk doen. Ja, of we moeten een nieuw veld kopen. Nou, dit veld zou trouwens op zich ook wel kunnen. Maar dan moeten we gewoon ook heel veel balen maken. En ook grasbalen uiteraard. Want dan kunnen wij namelijk alle balen kunnen we dan in het mixstation gooien. Zoals wat ik ook in de multiplayer server heb. Dat is wel handig. Dus deze gooien we nou eventjes terug. En dan zetten wij de Nieuw-Holland aan het werk. En dan gaan wij die... Waar zet ik hem neer? Ik zet hem hier neer. Nieuw-Holland zetten wij aan het werk. De deurt heb ik nog niet zo hard nodig. Zo, lopen we eventjes naar de Nieuw-Holland toe. En dan zetten we die weer aan het werk. En dan gaan wij lekker gras maaien. Zo. Hup. Ik heb trouwens ook een hele nieuwe trekker. Zal ik jullie wel even laten zien in de mods. Even kijken. Waarom zit ik in godsnaam daar te kijken? Ik moet in de... Dingetje kijken. Kijk eens. De Dirt 9340 TTV. Het is nog een beta versie. Dus hij is natuurlijk nog niet helemaal af. Het duurt nog eventjes. Denk ik. Hoop ik. Het is... Ik heb hem al geprobeerd. Het is echt een hele mooie mod. Het ziet er ook heel gedetailleerd aan de binnenkant. Maar ja, we hebben daar geld voor. Dus die kunnen wij niet halen, niet. Zo, deze zetten wij weer aan het werk. En dat kleine stukje dat ik niet zo heb. Die zetten we op helper. En dan gaan wij eerst wat silage pakken. Dan rijden we eventjes onder de silo. Zo. Maar hij heeft er een beetje moeite mee. Dan redden we eventjes hieronder. Ik hoop dat het past. Ik hoop trouwens dat het hierin past. Ja, dat past erin. Ik weet niet hoeveel we erin gaan doen, hoor. Iets van 10.000, denk ik. Oh, stop. Kijk, die kunnen wij dan hier naartoe rijden. En die kunnen wij dan hier leggen. Kijk, en dan is hij alweer bezig. Hebben we in ieder geval iets silage erin in liggen. Dan hoef ik nog niet zo heel veel hoor. En dan gaan wij nou via gras maaien. En dat gooien we dan daarin. Want de koeien hebben geloof ik geen gras nodig. Uit mijn hoofd. Silage hebben ze ook nog nodig. Waar moeten ze silage hebben dan? Voertrog, silage, stro hebben ze. Misthaap, hoop. Nou, dan gaan we nog een keertje onder de silo. En dan gooien we dat in de... Ook weer de koeien in. Ik denk dat hij namelijk daar in die voerbak moet zijn, denk ik. Volgens mij is de koersplay ook bijna klaar, want we krijgen niet zo heel veel geld meer, denk ik. Nou, doen we ook eerst voor 18.000 in. Zo, meer dan genoeg. Dirt zwaar, Ian had die opgave erledigd. Dat betekent dus dat hij klaar is en dat al het silage allemaal is verkocht. Dus dat we nu 160.000 euro hebben. En daar moeten we het voorlopig eventjes mee doen. Dus dan rijden we zo eventjes weer naar de deur. Kijk, hier moet de silage. We hebben de beest ook een beetje silage. Dat is wel fijn.
Dan hebben we weer wat grotere productiviteit. En dan krijgen we weer wat meer melk produceren ze dan. En dan hebben ze ook nog meer. Dan hebben ze ook nog weer meer melk. En dan krijgen wij weer meer geld. Maar ik denk dat wij de volgende keer dan gaan gras maaien. Zodat we die silo kunnen vullen die daar staat. Dan gaan we nu in de kleine deurt. Kijk, die is klaar. Afvaren en lassen. Hoeveel zit hier nog in? Volle stand, 840 zit er nog in. Dus dat laatste gaan wij eventjes verkopen. En dan was dat onze silage. Of was dat in ieder geval ons geld? Hup, hup, hup. En daar ligt nog iets hoger. Anders gaat de trekker natuurlijk buggen. Dat is niet de bedoeling. Hup, hup. En als het goed is, is hij nou leeg, hè? Ja, nou is hij leeg. Hup. Dit gooien we hierin. Er is bijna niks. Zo. En dan doen we deze omlaag. Zo. Dan doen we natuurlijk de zwaailichten aan. En dan rijden wij terug naar huis. En dan vind ik het, denk ik, morgen is voor vandaag. Of als jullie zeggen van, Lars, doe... Waar moet ik eigenlijk naartoe? Dan ben ik helemaal verkeerd. Waar moet ik naartoe? Die kant moet ik op. Maar als jullie zeggen van, Lars, wij hebben nog een leuk baantje voor jou dat we de volgende keer kunnen doen. Of we gaan de volgende keer in multiplayer. Dat kan natuurlijk ook. Laat het dan vooral weten in de reacties hier beneden. Dan rijd ik deze eventjes terug, want ik moet de andere kant op dus. Zo, dan rijden we nu dus naar de... farm toe. Dus we hebben al 18 minuutjes zijn we dan ongeveer bezig. Open u. Dank u. Zo. Rijden we eventjes terug. Maar laat ook maar in de reacties weten van... moet ik de volgende keer in singleplayer doen? Dus verder met deze wereld. Of zeggen jullie van... ga de volgende keer weer in multiplayer? Want ik wil dat heus ook wel afwisselen. Dat we de ene week multiplayer gaan doen. Dat we de andere week singleplayer gaan doen. Dat maakt mij echt niet uit. Laat het maar weten. Ik ben namelijk wel benieuwd. Ja, of ik kan ook een straw poll aanmaken. Dat kan natuurlijk ook. En wat is die New Holland aan het doen? Hij is geblokkeerd. Hij is niet ver gekomen in ieder geval. Wat ben je aan het doen, New Holland? Wat ben je aan het doen, vriend? Aan de kant van de weg. En daar tussen de auto's door. Jongens, dat wil toch nooit. Hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? Nou ja, die auto's die despannen zometeen wel. Dus we rijden eerst deze trekker terug. En als wij zometeen terugkomen, dan is de... auto's zijn dan ook gedespannen. Hoop ik. Zo, van het heuveltje af. Die zetten we namelijk ook in de schuur. En dan gaan we die New Holland eventjes aan het werk zetten. Want hij staat gigantisch. Niks te doen. Handrem erop, motor uit. En die ook naar beneden. Zo, licht uit. En dan gaan we eventjes in de New Holland. Want, kijk, die auto's zijn allemaal gediespand, zoals je ziet. Zo. En dan laat ik deze maar eventjes weer zijn gang gaan. En dan gaan we hier de volgende keer... ja, wat zullen we erin gooien? Mogen jullie ook bepalen, wat moet ik in dit veld planten? Laat het maar weten in de reacties. Dan gaan we eventjes hier staan. Dus ik wil jullie vragen, als jullie dit een leuke video vonden, zullen jullie dan een blauw duimpje omhoog willen doen? Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden of rechts. Heb je dat goed? Als jullie kijken. Ja, helemaal rechts onder in de hoek staat ook een klein plaatje. Daar kun je ook op drukken en dan kom je op mijn kanaal en dan kun je direct abonneren. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. En tot de volgende keer. En... laat me weten of we de volgende keer in multiplayer of in singleplayer moeten gaan doen. Kalm!